Zes copingstrategieën van hoogbegaafde leerlingen. Gedrag dat ze dus leren in situaties, in onderwijs, ook als dat misschien minder voor hen geschikt is. Coping betekent immers een manier van omgaan met spanning. Een manier van omgaan met conflicten, interne en externe conflicten, die voor een deel kunnen werken, maar ook kunnen belemmeren. En we gaan er hiervan uit dat gedrag tijdelijk is. Dat het wel een voorlopige manier is van omgaan, maar dat je dat kan veranderen, dat het een momentopname is. Zo kennen we bij leerlingen, ook hoogbegaafde leerlingen, dat ze bij de ene leerkracht anders zijn dan bij de andere. Zo kun je een leerling hebben die in de ene klas hoogbegaafd is en bij een volgend jaar een andere leerkracht op een volgende school die hoogbegaafdheid niet meer vertoont. En andersom natuurlijk. De zes die we bespreken gaan over de volgende namen. Risicoleerling, een onderduiker. Multitalent, de aangepaste succesvolle, ik hoop dat je die hebt, maar er zitten nog wel wat vraagtekens achter. De creatieve en dwarse, ja, zou je wel willen dat je hebt, maar het kan lastig wezen. En de onafhankelijke, dat is ongeveer het ideaal. En het kan zijn dat je dus van onafhankelijk de school binnenkomen als vierjarige, dat je dan na verloop van tijd toch wel eerst wat creatief en dwars wordt en door de manier waarop je behandeld wordt en je gaat dan onderduiken of een risicoleerling worden. Nou, dat zijn de manieren waarop je erover kunt praten. De vraag is dus, heb je een leerling in je groep die misschien wel op een van deze zes manieren toch hoogbegaafd genoemd kan worden? En zijn er, is dat een paar jaar geleden ook zo geweest? En is er misschien iemand die zegt, ja, maar zo was ik een tijd geleden. Ben ik niet nu meer, maar zo was ik een tijd geleden wel. Als je die koppetjes ziet, dan zeg je toch niet bij een van degenen van direct, nou, dan kun je zien duidelijk dat hij hoogbegaafd is of dat hij niet hoogbegaafd is. Nee, dat kan je er niet aan zien. De risicoleerling bijvoorbeeld, die dus zou roepen, ja, de school er is helemaal niks in het kwadraat. Wat leer je daar nou eigenlijk? Nou, dus zo'n problematische, afhakende leerling, die kwaadheid oproept bij volwassenen, die ook door medeleerlingen veroordeeld wordt. Die zit echt niet zo in zijn vel dat hij steun krijgt. Opstandig is. Anderen kunnen bang van zijn boosheid en depressie, van zijn cynisme worden. Voelen zich machteloos. Anderen voelen zich machteloos. Want wat je aanbiedt, wat je ook laat zien van perspectief, dat geldt niet voor deze leerling. Hoe kan je die identificeren als hoogbegaafde en daarom iets anders mee doen dan hem in een gewone klas laten zitten? Misschien met diepteinterviews. Misschien dat je hem uitdaagt voor een auditie, waarin hij laat zien wat hij kan. Of waarin hij wat meeneemt dat hij ooit geproduceerd heeft. Misschien luister je naar de ouders, opnieuw. En naar vroegere leerkrachten, waarbij het wel lukt om zijn talent te kietelen. De onderduiker, tweede probleemsoort. Doe mij maar geen plustaken, veel te moeilijk, zegt zij. En hij is ook een echte underground figuur aan het worden. Hoe worden ze gezien door anderen? Natuurlijk niet als hoogbegaafd, maar soms wel als leiding in de klas, als beïnvloeder van anderen, maar dan wel van de onhandige soort, als dwarsligger of van de tegenbeweging. Soms zijn ze natuurlijk wel meegaand, want dat is een onderduiker. Het gaat om een onderduiken in prestaties. Hè? Die laat niet zien dat hij iets kan. Of zij laat niet zien. Komt natuurlijk net zo hard voor meisjes voor. Rustig en verlegen. En ze willen natuurlijk geen risico lopen om als de beste gezien te worden, want dan moet je je ook de keer daarna presteren. Ze willen niet gezien worden als de beste, omdat je dan je vriendinnen verliest. En omdat je dan voor vriendjes helemaal niet interessant bent. Dus ze zijn in een soort verzet, in een weerstand. Hoe kan je ze dan identificeren? Nou, dat zijn weer een verzameling die je misschien verwacht had. Maar je staat dus niet meteen bij dat de IQ-test dat kan laten zien. Want daar zullen ze ook niet zomaar iets op laten demonstreren. En ook op testen laten ze niks zien. Dus hier is het echt zo'n geval waarbij je op andere manieren moet ontdekken wat iemand kan. Let op de non-verbale bepaling van intelligentie. Want de weerzin tegen taal kan zo groot zijn dat ze daar al vanaf vroege leeftijd afgehaakt van hebben. Laten we eens kijken naar die multitalent. Waarmee we bedoelen iemand die heel veel verschillende dingen kan en daarom niet serieus genomen wordt. En met muziek en op school goed en met voetballen goed en dan ook nog tekenen en dan toneelspelen. En alles wat hij oppakt lijkt hij wel met moeiteloos en goed te kunnen. Maar daaronder valt ook
De tweemaal exceptionele. 2E worden ze tegenwoordig genoemd. Dus dat je ADHD en hoogbegaafd hebt. Asperger en hoogbegaafd. Dyslexie en hoogbegaafd. En er zijn nog wel meer van die lastige labels. Tweemaal exceptioneel. Die wordt vaker gezien als raar en vreemd. En natuurlijk niet zomaar gewaardeerd in de hoogbegaafdheid. En zeker niet met een IQ-test eenvoudig te pakken. Die heeft waarschijnlijk wel veel structuur nodig, vinden we. Dat is maar de vraag. Die zou zijn eigen structuren per domein wel eens kunnen gaan ontwerpen. Alleen de gebreken vallen ons op. En wat hij goed kan, kunnen we wel eens gaan vergeten. En omdat veel aanpassingen gedacht worden, kan hij in het speciaal onderwijs gaan terechtkomen zonder dat het natuurlijk nodig is. Of we vinden het ook zo bewerkelijk om al die dingen waar hij geïnteresseerd is te gaan regelen. Dat hij moet niet wel naar een kunstschool en niet naar de kunstschool. Hij moet op de cabaretvereniging en hij moet ook nog op de schrijfclub. En hij moet er zijn te veel dingen om op te noemen. Hoe kan je die gaan identificeren? Nou, natuurlijk naar de echte dingen die hij levert. Hè? Zijn de prestaties die hij levert door de jaren heen nou echt boven zijn leeftijd? En dat moet je aan een deskundige soms vragen als je er zelf niet overal verstand van hebt. Vertrouw niet op de IQ-test zozeer, want die kan gemiddeld lager uitkomen dan de zogenaamde 130-grens. Maar als de ene kant nou heel hoog is, 152, en de andere 120, dan moet je niet dat middelen. Dan moet je gaan kijken, die kloof zelf, dat verschil, beschouw als een kenmerk van een bijzonder talent. Hoe zit het met nummer 4? De aangepaste en succesvolle. Nou, je ziet in dat gedrag van haar, dat meisje, dat het toch wel een beetje ook afhankelijk kan zijn. Je hebt een denderende schets gemaakt en dan vraagt, is het zo goed, bedoel je het zo? Toch wel, erg geliefd bij leerkrachten. Kan nadelen opleveren, bewonderd door klasgenoten, geliefd en geaccepteerd door ouders. Ja, dat is een ideaal kind. Maar ze overschatten hun vermogens. Dat betekent dat ze een keer in een volgende school, of een school in de klas, of aan de universiteit, de mist in kunnen gaan omdat ze zich aanpasten aan de één vereiste leerstijl van dit moment. En ook buitenschool zou het kunnen zijn dat ze zich helemaal niet kunnen handhaven. Geloven wel dat ze zullen slagen zonder enige hulp of advies. En dat is natuurlijk heel onhandig, want in tal van situaties heb je juist hulp en advies nodig. Hoe kan je ze identificeren? Verschillende criteria, zeker ook wel testen, voordrachten, medeleerlingen. En dan gaan we naar de volgende toe, de voorlaatste, creatief en dwars zijn. Hoezo? We hebben afgesproken. Ik heb helemaal niks met u afgesproken. Je kent die taal wel van leerkrachten of ouders die dan heel belerend aan het eind van iets roepen. Dat hadden we toch afgesproken? Inderdaad, als het geen echte afspraak is, maar een bevel, dan is er door deze leerlingen een vinger tussen te krijgen. Zeker opstandig, in een machtsstrijd. Problemen met gehoorzamen. Een entertainer kunnen ze in de klas worden. Steeds weer op het grens balanceren. En ja, we willen hem veranderen, aanpassen aan de school. Maar dat gaat niet zomaar. Dit wordt een drop-out als het tragisch wordt. Zeker niet gezien als hoogbegaafd, want vooral creatief. Hoe kan je ze identificeren? Nou, de belangrijke vraag hier is natuurlijk, hoe is dit kind creatief? In welk gebieden zijn die kinderen creatief? Dat hoeft helemaal niet met school te maken te hebben. De computercreativiteit, de creatieve met taal, de cabaretier, dat zijn kinderen die meer aan last zijn met hun luimige opmerkingen in de klas, verstorende opmerkingen in de klas, maar cabaretiers en computercreatieven zijn toch bijzonder belangrijk voor onze samenleving, om het maar zo te zeggen. Je moet in elk domein dus een specialist hebben om dat eruit te halen. En je zou, dat is het hoofdadvies, je zou niet zozeer moeten kijken alleen naar wat hij kan, maar op de potentieel aanwezige kwaliteiten en daar ook iets van vragen, iets van eisen. Dus die onafhankelijke, de laatste. Je hoopt dat het allemaal zo zou zijn, dat is zeker niet het geval. Die idealen, ik doe het zelf verder wel. Die wordt natuurlijk bewonderd als capabel, heeft een succesvolle invloed in de groep, positieve relaties met leeftijdsgenoten. Is die makkelijk te identificeren? Jazeker. Die laat ook de prestaties zien, maakt heel bijzondere dingen. Heeft portfolio's, dus verzamelmappen met alles wat hij kan en blijkt uit toelatingsgesprekken en interviews. Hoog op toetsen en wint wedstrijden. Nou, als u zo de 6 gezien hebt, dan beseft u dat al deze
zes niet vanzelfsprekend herkend worden als hoogbegaafd. En dat onze zorg dus ligt in al die niet herkende talenten. Tot zover.